Ja, nou dat kan dan daarna. Ja, ik ben nu ook, ik ben aan het vloggen, dus ik heb mijn computer nu ook weer niet bij me. Ja, het is bevestigd. Ik heb vorige week met haar gebeld. Nee, maar en anders probeer ik of jij daar even wat zomerdocs kan inkorten. Ja? Oké, hoi! Oh, hij loopt nog steeds. Oh, vet. Als ik weet welke aflevering dit is, dan zal ik je even berichten. Dan weet je dat je erin zit. Nou, dat hoeft niet per se. Weet je dat Silke en zijn vrienden, die hebben allemaal weer mij naverteld hoe leuk het was met Durag. Zij vonden dat heel erg leuk. Oh. Daar zijn we weer, dit is Dini. En dit is Lea. Van Timsalot, het huis van handwerken. De zomereditie. Oeh. Ja, nou, alles zit door elkaar, maar dit is weer zo'n aflevering. Dus als je voor het eerst kijkt naar ons, wij zijn er eigenlijk all year round. In de zomer, want ik ben nu op de camping en Lea stapt binnenkort aan boord van een cruise. Maar we proberen jullie iedere week iets te brengen. Ja. Maar normaal gesproken zijn we er iedere week. Ja. Met een, dan gaan we... Een korte aflevering. Handwerken. Deze afleveringen zijn een beetje kort. Ja. Daar probeer ik naar te streven dat ze in de toekomst ook wat korter zijn. Maar dus, en word abonnee. Ja. Want dat is wel belangrijk. Hoeveel abonnees hebben we nu inmiddels? Nog steeds net geen 1700. Oh, nou dat hopen we dan dat dat na de zomer... Ja, anders moeten we weer mensen gaan omkopen. Want kijk, als we voldoende abonnees hebben, dan verkopen we... We verkopen nu al reclame. Lea en ik begrijpen de hele logica achter het reclamegebeuren niet. Maar we verkopen reclame. Zelf, we hebben zelfs al een keer reclame voor de HEMA verkocht. Ja, we zijn dol op de HEMA. Dat vind ik zelf het hoogst haalbare, hoor. Nou, dan volgt nu het geheim van Timsalot. Ja, er zijn mensen die willen het weten. Heel af en toe zeg ik het wel eens, maar ik vind toch dat we het hadden... Het is heel, dat we het niet moeten doen. Het is eigenlijk wel heel jammer, want het is een beetje mysterie natuurlijk. En ja, we hoeven het ook niet te doen. Ja, nee, mensen willen graag weten, hoe kom je nou aan die naam? Nou, vooruit. Is het jouw pennetje of... Ja, dit is van mij. Af. Ik geef toe dat ik in het verleden wel eens een rozenhouten breinaald van jou mee naar huis genomen heb. Maar deze zijn echt van mij. Oh, ik heb er zat. Dit is Dini Bangma. En dit is Lea Smit. Ja. Nou, dat is nou zo leuk. Want dat bestaat met allemaal letters die je ook achterstevoren kan lezen. Nou, voor wie het niet goed kan zien, want je kijkt nu. Dit is de beroemde stift waarmee je als je... Ja, waarmee je het hele tafelkleed in klap dus naar de haaien kan helpen. Ik heb er nu even iets onder, hè, zodat je dat ziet. Ik zal het aan de achterkant even overtrekken. Nou, volgens mij had je het al gezien. Maar... Overigens kun je dan die vlekken die je op tafel maakt met deze stift verwijderen met tandpasta. Hebben we geleerd toen ik een keer hier een grote vlek op de houten tafel maakte. Lifehack. Ik moet trouwens ook even weten, want jij bent hier de knapste van ons tweeën. Wat jij bent de knapste, ik ben de slimste. Ja, ook maar betrekkelijk. Maar. Wat is bakpoeder in het Engels? Baking soda. Precies. Ik keek naar Clean It... Oh ja, baking soda gebruiken ze overal voor. Maar, ja, maar dat is niet... Wat is dat in het Nederlands? Want ik wil dat nu ook. Ik wil het hele huishouden doen met baking soda. Maar dat is niet bak... Oh, god, hoe heet dat ja, nou? Ja, de ondertiteling is bakpoeder. Ja, nee, dat is... Maar dat is het niet. Of is het wel dat wat je, waarvan je een piezeltje in een baksel of een cake doet? Bakpoeder. Ja, het is om te om het laten, te laten rijzen, volgens mij. Ja, dus dan staat er in het recept, doe een theelepeltje bakpoeder. Oh. Maar als ik naar Clean It, Fix It van de BBC kijk, wat overigens... Nou jongen, daar kan ik uren naar kijken. Heb je daar wel eens naar gekeken? Nee, maar ik zit nou zit ik met die bakpoeier in mijn hoofd. Want dat doe je baking soda. Je doet er iets bij. Ik heb en dan een drupje schoonmaakmiddel. En dan
En dan, dan heb je dus zo'n glazen douchewand die helemaal bekalkt is. En dan maakt deze mevrouw in Clean It, Fix It, die maakt een soort papje. En die maakt alles daarmee schoon. Pure baking soda. €10,35 voor een kilo. Zuiveringszout, bicarbonaat. Zuiveringszout. Dat deed mijn moeder vroeger altijd als ze last had van de maag. Ja, maar doet een mens zuiveringszout? Ja, het was zoiets om een cake mee te bakken. Mijn moeder die had dan. Kijk, hier kost een pak baking soda bij de notenshop kost nog maar €2,25. Ja, in een handige bulkverpakking van 1000 gram. Kijk eens bij bakpoeder of dat ook natriumbicarbonaat is. Ik gebruik dit om aan de witte was in de wasmachine toe te voegen. Maak de was witter. Ook handig om te gebruiken voor leidingen die niet goed doorlopen, maar ook te gebruiken om mee te bakken. Ik doe het bijvoorbeeld in mijn bananenbrood. Dit product gebruik je bijna voor alles. Fijn product voor bananenbrood. Ze leest alle reacties. Ja. Gebruik ik overal voor afvoeren van bad, douche, wastafel en dan met natuurazijn. Als er iemand is die scheikundig onderlegd is, heel graag reageren. Bakpoeder, wat is bakpoeder? Bakpoeder is een samengesteld poeder. De ingrediënten zijn een carbonaat en een zuur. Ook wordt er nog zetmeel gebruikt als vulmiddelstabilisator. Carbonaat zorgt voor bakken. Wat is het verschil tussen bakpoeder en baking soda? Accepteren. Bakpoeder is een samengesteld poeder. De ingrediënten... gas, rijzen. Wat is baking soda? Baking soda, zuiveringszout, natrium, bicarbonaat, dubbel koolzure soda, is een natuurlijke minerale stof. Het werkt alleen als er ook een zuur wordt gebruikt. Dus azijn, wat in samengesteld bakpoeder al standaard zit. Denk daarbij bijvoorbeeld gratis nieuwsbrief weg mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan karnemelk, yoghurt, azijn of citroen. Dus wat ik dan moet bestellen om het huishouden mee te kunnen doen is... Baking soda. Maar dat pak wat je net liet zien, ja. dat kun je gewoon in de supermarkt kopen. Natrium bicarbonaat. Zal ik dit even bestellen? Gebeten. Ja, dat zag ik. Ja, dan gaan we even ik bestel even dit uitproberen nu op mijn douche na de vakantie. Nou, ondertussen is sowieso de hele spanning er natuurlijk weer vanaf. Oh ja, waar waren we ook allemaal weer bezig? En hoe lang hebben we nog? Waarom het Smit? Oh, we zijn er al lang doorheen of niet? Oh. Ik heb niet op start gedrukt. Ik druk alsnog op start. Nou, ik wou maar even zeggen, hè? Dus dit is Smit. Oh ja, ons geheim. Smit, en als je dat dus in spiegelbeeld zet, dan staat er Tim's. En met het enige wat verandert is de S, dat wordt dan een Z. Lijkt er best wel een beetje op. En toen, jaren geleden, toen wilde ik ook al iets voor mezelf beginnen. En toen waren we aan het zoeken naar wat is dan een leuke naam. En toen hadden we van alles bedacht en variaties bedacht met Smit en zo. En toen op een gegeven moment stond er dus ook Tim's. Er stond het achterste voor. Nee. En toen zei ik, I love Tim's. Tim's a lot. En toen was het dus ineens, I love Tim's a lot. Dus ik hou heel erg van, dus eigenlijk moet ik zeggen, ik hou heel erg van Smit. Ik heb nu twee naalden over. Ik hou heel erg van Smit. En dan komt eruit Smit a lot. Tim's a lot. Ja, I love Tim's a lot. En als je dat dan aan elkaar zet, dan heb je dus Tim's a lot. Tim's a lot. En dat is dan leuk, want in het Engels zeggen ze dan, my home is my castle. En ik was vroeger heel erg gek van The House of Elliot. Ken je dat nog, The House of Elliot? Die twee dames, die twee zussen, die vroeger was het zo. Dit moet van heel ver komen. Heel vroeger was het zo dat als je van rijke ouders was, maar je vader ging dood en er was geen zoon, dan ging de erfenis over op de dichtstbijzijnde neef of zo. Maar die dochters die kregen niks. En die waren dan afhankelijk van die neef of ze daar een toelage van kregen. Ja. Dus deze twee dochters die hadden ook bijna niks. En toen die waren erg fashionable. Dus die gingen van oude kleren van hun vader die dus dood was.
gingen ze allemaal nieuwe kleren maken, want ze hadden geen geld om kleren te kopen. En toen hadden ze hele leuke, bijzondere dingen gemaakt. Van oude overhemden en zo. En toen zeiden mensen van, goh, wat leuk, heb je dat gekocht? En toen zijn ze dus begonnen met een atelier. En dat was de House of Elliot. En dat vond ik zo leuk. En Timselot was eigenlijk een variatie van My Home is My Castle. Want Timselot lijkt weer heel hoog op Lancelot. En hoe heette dat kasteel ook weer waar ze dan in ging? Lorelei. Nee. Nee, het was ook iets op een lot. Nou ja, dus vandaar in ons logo. Ik heb hier ook een logo. In ons logo zie je een kasteeltorentje. Waar een jonkvrouw uithangt. Ja. Met een lange blonde vlek. Precies. Ja. Dus, maar toen we begonnen met Timselot, het huis van handwerken, toen wilde Lea ons eerst noemen alleen maar keurige meisjes. Waarop ja, ik zei, dat lokt totaal verkeerd publiek aan. Ja, ja. Want die denken dan aan seksen. Ja, aan meisjes die dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Ja, en omdat Lea deze domeinnaam nog had, ja. Timselot, zei ik, waarom noemen we onszelf niet Timselot of huis van handwerken? En het grappige was... En jij moet toegeven dat jij was er eerst helemaal niet voor te porren. Nee, ja, ik vond het ook zo, omdat Smit erin verborgen zit. En ja, we zijn er met z'n tweeën. Maar... Ik vind het een briljante naam. Ik ben nog steeds zo tevreden over... Ja. Over Timselot, het huis van handwerken. Maar ik had toen in het begin had ik dus ook ideeën van... Tim's a lot of children. Of Tim's a lot of houseware. Weet je, dan kon je zo allemaal variaties ook bedenken. Ja, dat is er nooit van gekomen. Tim's a lot of socks. Ja. Ik gebruikte het dus al heel lang voor mijn e-mail. Ik had een e-mail timsalot@cello.nl. Nou, dat bestaat nu al niet meer, die cello adressen. Bestond dus al heel lang, maar ik heb er nooit op mee gedaan. En nu eindelijk... In de herfst van mijn leven. Nou, dat was dus het grote geheim van waarom heet Timselot. Nou, daarom. Dan was dit het weer voor deze week. Dit was het weer voor deze week. Oké, goed. Dag, tot de volgende. En abonneren. Abonneer je op ons kanaal. Doei. Deze sokken komen nooit af.